dat je die angst aangaat, dat je die niet uit de weg gaat. En dit is een mooi symbool eigenlijk, een van de drukste stranden van Texel, misschien wel van Nederland. De Koog, heel toeristisch, we zijn hier ook zometeen snel weg. Niks, geen spiritueel hier. Nou ja, en dit zijn hoofdzakelijk mensen uit Texel die hier lopen. En verder niemand. Het is hier diepe ellende. We hebben hier nog een paar zakenlui gesproken. En die betalen meer dan 2000 euro in de maand voor hun pandje. En net als ik, hun moeten dan de winter doorzien te komen en ik de zomer. Nou ja, en dan zie je het wel. Trouwens, heel mooi het schuim. Aan de zee, daar lopen we nog even naartoe. Ja, en dit, ja, ik mag het haast niet zeggen, maar dit is toch eigenlijk wel een van de mooiste vakanties. India was mooi in december. Maar dit is ook wel geweldig door dit sfeertje, zeg maar. En dat hebben we allemaal te danken aan dat angstvirus. He, mensen die daar wel over praten, maar niet iets doen met die angst. Iedereen heeft angst. Ik heb natuurlijk ook angst gehad. Ik heb me ook bezorgd gemaakt om oude vrienden. Ik heb me bezorgd gemaakt voor de toekomst. Ik heb me bezorgd gemaakt over mijn gezondheid. Ik heb me ook wel wat zorgen gemaakt van 6 maanden geen geld. Ja, maar je gaat het aan. Nou, laten we maar even eindigen hier zo met een mooie schuim. Zo. Nou, met een yoga groet uit Texel.